Nou meiden, ik zeg het je, je ziet het al hè. Ik ben dood, ik ben kapot, helemaal afgeleefd, afgeracht. Alles ging mis vandaag. Ik ging met 4 vriendinnen lekker winkelen. Zonder kerels, want dat is toch alleen maar ellende. Dus wij gingen lekker winkelen. We wilden naar Rottumerplaat, ligt een beetje onder Rotterdam. En we hadden gezien dat daar een groot winkelcentrum zit met dure merken, kleine prijsjes. Dus daar wilden we naartoe. Maar we hadden dus eerst het idee met de trein, gezellig. Maar er was natuurlijk weer storing. Dus toen besloten we toch maar met de auto te gaan. Dan ga je alweer 1,5 uur verder. Dus we komen daar aan. File, file, niet te doen. Echt niet te doen. Nou, uurtje in de file gestaan. Eindelijk op Rottumerplaat, bij het winkelcentrum. Druk. Het was net alsof half Nederland dacht daar naartoe te gaan. Moet zeggen, de aanbiedingen zijn wel echt heel goed hoor. Echt mooie merken. Echt weggeefprijzen. Alleen, nou, het was druk. En die mensen die daar wonen, wat een zuurpruimen. Het was echt zo niet gezellig. Het was net alsof ze ons weg wilden jagen. Nee, ze zijn niet leuk voor buitenstaanders. Dat valt me echt wel op. Dus moraal van het verhaal: ga nooit naar Rottumerplaat om te winkelen. Dat wilde ik even kwijt. Nou, ik ga lekker uitrusten, want ik kan niet meer.